de pagina ververst, dat dan het beeld van de winkelwagen buiten beeld is. Hij is eigenlijk aan het focussen op het moment dat je ververst. En op dit moment stond de checkbox aan, want je had de bestellijst voor je neus. En in dat geval blijft hij op focus, omdat er gewoon te veel elementen zijn die hier aan de linkerkant een position absolute hebben. En die worden dan niet gezien. Het enige wat de browser waarschijnlijk ziet is dit bestelformulier. We kunnen dat een klein beetje verhelpen met CSS. En dat doen we op een bepaalde manier. Als je het probleem hebt, kan je natuurlijk ook zeggen van, nou, ik maak het venster weer even een resize en dan kan ik hem hier zo opzetten en dan functioneert hij daarna weer als gewoonlijk. En als je nu ververst, dan heb je het probleem opnieuw omdat je het venster geresized hebt. Dus dan moeten we hem opnieuw weer resizen en zo kom je maar in een vicieuze cirkel, hopende dat de gebruiker dat niet doet, maar we kunnen natuurlijk beter voorkomen. We doen het door in de CSS even te gaan kijken. En hier staat een element wat eigenlijk geen position absolute heeft. En dat is de checkbox. Alleen die checkbox hebben we een... En die zit hier zo. Even kijken. Deze heeft een display none. We willen hem niet zien, maar we kunnen dat natuurlijk op een andere manier doen. Dat hij dus wel aanwezig is. En dat betekent of het wel wordt gedisplayed. Wij zijn sowieso natuurlijk wel. Maar we kunnen hier zeggen opacity. No, waar hij transparant is. En we slaan op. En het probleem is nu voorbij. Als je dus nu zo de pagina ververst, refresh hebt, dan is die gewoon weg. En dan kan je het weer opnieuw halen. Ook als je het venster hebt ververst. Dan kan die dus ook netjes heen en weer gaan en verversen hier zo. Dan is het probleem al verholpen. Goed. We gaan in onze winkelwagen kijken en dan willen wij wel, waar zeg ik hier even inspector weer even aan. We willen die aantallen een klein beetje meer van elkaar af hebben hier zo. Dat is natuurlijk één ding. Dat kunnen we wel misschien straks in de CSS ook meteen doen. Maar we willen ook hier knopjes bij zeggen waar de gebruiker die aantallen kan verhogen of verlagen. Nou, daarvoor gaan we dan even kijken naar, naar onze uitvoer. Dan gaan we onze uitvoer in onze winkelwagen. Die zitten we nog in ons winkelwagen object zoals wij weten hier zo. Dan gaan wij nog kijken in die uitvoer of we het een beetje mooier kunnen uitvoeren. En dat we ook nog kunnen kijken naar, naar knopjes die erbij komen. Dat gaan we dan als volgt doen. We gaan hier zo kijken naar het besteld aantal. Dat is nu in dit geval een TD. En binnen die TD gaan we wat meer toevoegen dan alleen maar dat getalletje. En we geven die TD ook meteen maar een stukje CSS mee, zodat die dan ook te stijlen is. En dat doen we dan weer met de PEM-conventie. Ik heb hier zo en ik zet hier maar eventjes aantal neer. Goed, dan kunnen we nu met deze stringlet roles kunnen we natuurlijk heel mooi werken. Want dan kunnen we natuurlijk ook zeggen, van, dan kunnen we ook op een nieuwe regel aan de slag gaan en nog meer dingen toevoegen. En we voegen hier bijvoorbeeld dus een elementje toe met een pijltje omhoog bijvoorbeeld. En dat kunnen we dan weer halen van de arrow. Dit is de arrow down. En dan laten we eerst maar de arrow down pakken. En dan hebben we hier zo een... we zitten nog in de string, dus dat gaat wel mooi zo. En dan kunnen we deze natuurlijk ook weer een... moeten we straks kunnen refereren als het opgeklikt is. Dus we geven hem nog een datarol mee, maar we kunnen ook nog een class meegeven. Hier zo nog weer even bestelformulier. Zo. Ook bestelformulier verlaag. En we kunnen natuurlijk ook op deze manier een nieuwe
opvolger toevoegen. En dat is dan natuurlijk arrow up. En dan is dit verhoog. Zo. En ik denk dat als je dit zo vernieuwt, dat je hem dan in de uitvoer ziet. Maar we willen natuurlijk ook activeren dat je erop klikt en dat je daar dan dus iets gaat merken in de aantallen. Dat doen we dan door er natuurlijk net als bij de trash een element aan toe te voegen, een data role attribuut, een attribuut aan toe te voegen in het element, zodat je hem kan refereren in je script. Dus dat is bij deze. Ook die data role, en dan weten we weer precies dat we, waar we dan bij zitten. En dat is ook hier het geval, ook data role, zodat je natuurlijk met je script daar naartoe kan gaan. Oké, en dan gaan we voorlopig dit nog even zo laten. We gaan eerst nog eventjes wat stijlen. En we hebben natuurlijk ook hier zo die bestelformulier verhogen en verlagen en dat soort dingen meer. En we kunnen natuurlijk ook er nog aan werken dat als wij over de vuilnisemmertjes heen gaan, de trashjes heen gaan, dat die dan dus wordt gehighlight, dat je het wat groter ziet. Kijken of de trash hier ook zo is. Hier is de FA trash bestelformulier trash. Die kunnen we dus in de CSS proberen te benaderen. Daar is die in de CSS, dus ik ga eens even naar de CSS toe. Hier hebben we dan dus de hele TD, hebben we die kunnen geven. Dat is misschien nog wel mooier. Hebben we deze bestelformulier trash in het script staan? Ja, die staat hier in het script, dus dat gaat dan een beetje lastiger. Dus laten we maar even zo staan. Ik kopieer deze om hem in de CSS te gebruiken. Bestelformulier trash. En ik wil hem gewoon eventjes wat padding geven. En nee. Padding, en ik geef hem verticaal niets, maar horizontaal bijvoorbeeld 1 em. En ik wil dat als ik hem hover, dat de kleur verandert. Dus punt B, bestelling trash, hover. En dan kan ik daarvoor zorgen dat hij bijvoorbeeld een color, in dit geval bijvoorbeeld red, kan krijgen. En dat als je hem hier hebt, dat je als je met je muis erover gaat, dat je natuurlijk ook weer een cursor pointer krijgt. Even kijken of dat werkt. Hij is nu wel wat naar rechts gegaan. En we hebben hier natuurlijk, als we in de buurt zitten, gaat hij dus al een offertje krijgen. Zo gaan we ook hier natuurlijk de zaak wat meer uit elkaar trekken. En dat doen we dus door te kijken naar de elementen die we hebben toegevoegd. Die we hier nog eventjes opgeslagen hebben. We gaan kijken naar de verhoog- en verlaagknoppen, zeg maar. En dat is hier bestel.formulier verlaag. Daar kan je eigenlijk hetzelfde mee doen als met de trash. Dus ik ga me dat hier makkelijk van afmaken. En daar wordt hier een zoontje mee gepakt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. En hier op dezelfde manier. Dubbele punt hover. En zo ook, als ik kijk of dat zo gewerkt heeft. We kijken weer naar onze. Ja, en we zien hier wat meer ruimte kunnen verlagen dan wel verhogen. En dat doen we dan dus ook voor de verhoog. En dat is
Misschien het makkelijkste met het minste is hier zo, punt. Verhoog. Je kan het ook op een nieuwe regel schrijven. Dat is misschien voor de leesbaarheid best wel prettig, denk ik zo. Op deze manier kan je dat dus meteen het makkelijker zo teruglezen. En dan is dit dus verhoog. En dan staan ze hier zo mooi bij. Goed, dit is een beetje gestyled. Het is een beetje aangepast. En we gaan dus straks kijken of we deze knoppen hier ook kunnen activeren, zodat ook daadwerkelijk de waarden worden opgehoogd, dan wel verlaagd.